denken dat gehandicapte sport beter tot zijn recht komt als je het geïntegreerd bij gewoon de reguliere sport. Op het moment dat je het apart organiseert, dan is daar weinig belangstelling voor. Op het moment dat je het gewoon organiseert met de echte toppers, zeg maar, dan zie je ook dat er meer aandacht voor is. Dat zie je ook in het rolstoeltennis, in Ahoy. Daar kijken de mensen wel naar het evenement. En ook hier zie je gewoon de waardering voor de sporters is aanwezig. Loopt de Delta Lloyd Regatta wat dat betreft een beetje voor op andere sportevenementen? Ja, het zijn de koplopers om het maar zo te zeggen. Er zijn een aantal evenementen die dit al doen. En je ziet wel dat het een trend aan het worden is. Maar wat natuurlijk fantastisch is, is dat het al geïntegreerd was. Maar dat er nu ook een WK is toegevoegd. En dat is toch top. En als dat de WK ook nog in het jaar plaatsvindt van het Paralympisch jaar. Dus straks naar Rio de Janeiro. Ja, dat is natuurlijk wel heel erg mooi. Ik wou net zeggen, wat is de impact van het feit dat er nu ook een WK in Nederland is? Ja, ik hoop dat die impact groot is. Wat er speelt is wel dat de Paralympische zeilen om een dubieuze beslissing van het programma wordt afgehaald. Ik weet dat er ook veel gelobbyd wordt om het terug te halen. Maar het is net zoals in de Olympische sport. De Spelen zijn een enorm voorbeeld voor de mensen die nog gaan sporten en aan het sporten zijn. Dus ik hoop echt dat dat alsnog wordt rechtgetrokken. Dat zal bij Tokio niet meer gebeuren, maar misschien daarna. Maar ook hier zie je toch dat een WK een voorbeeldfunctie heeft. En ik hoop echt dat er meer mensen ook in de boot stappen en dicht bij huis kunnen gaan sporten. En daar heeft natuurlijk ook het Watersportverbond een belangrijke taak. En ook het fonds, want wij vinden als je zorgt dat de faciliteiten dicht bij huis beter worden, dan gaan er meer mensen zeilen in dit geval. En als er meer mensen gaan zeilen, dan zal de top ook breder worden.